Is daar ook opgegroeid. Heeft even een uitstapje gehad van 2 jaar, denk ik, naar Rotterdam. Goede paas daar op Edwards. En net niet geblokt. Goed ingelegd door Carl Edwards. Martin zei het al. Die het beste van het spel hebben. Goede drop-off, maar nee, toch niet goed. Daar nu wel goed op gelet door Davis onder andere. Komt er prima uit. Gaat zelf. Oeh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Oh, maakt hem! En vrolijk uit zijn handen vliegen. En dat is ook met succes. Ja, dat is lekker. Oeh, hele mooie cut. Weer gelukt. Want hij pakt gewoon die bal. En de rebound en de score. Dus dat is alles wat telt. Dus kijken hoe hij het verdedigen doet. Ja, wordt hier weggeallyoopt. Ja, dat is leuk. Want hij moet helpen. Dan moet hij dit soort kansjes die hij dan krijgt, moet hij er toch echt wel inleggen. Ja, wel een goede stop. We weten in ieder geval te zorgen dat Vrenken de bal moet afpassen. Maar dan een and one eroverheen. Op een speler die links is, dat is natuurlijk niet al te handig. Wat aandacht. Ja, boeiende line-up dit met Matunda en Kruijtel en Bos. Alle drie niet de grootste scorers. Green doet dat goed, stapt goed door. Gelegenheid van Kruijtel om deze bal te schieten. Ja, ik zie de scouting er nog niet goed bij staan. Ik denk dat hij verkeerd gescout is. Hij is op Frenkie gescout daar zo, maar het was toch echt zuddelend. En one voor Kruijthof. Die gaat voor de ouderwetse driepunter. Kijken of hij er weer Green kan vinden, die net lekker scoorde. Ja, het is wel lekker. Pardon, snel voetenwerk. En drietje is goed. Uitgestapt door Edwards. En dan Matunda deed dat de reden. Want hij zegt dat Green staan. Maar Green kwam net niet bij die bal. Moet nu achter Edwards aanlopen. Die aanloopt volop. Goed gedaan. En dat is waar die sterk is, Martin. Hè? Ja. Running the floor. Dat is Kai Edwards. Dan kan Green die weinig opleveren. Er staat een man enorm vrij, Davis. En hij ziet het totaal niet. Terwijl Lal wel goed bij de ring komt. En erin frommelt. Goed gedaan, DJ Lal. In het begin van de ZZ-periode natuurlijk. Ja, zeker. Dat is niet per se heilige. Oeh, zorgen turnover. En daar kan Davis even lekker gaan dukken. Ja. Ja, vaak als een speler dan niet hele grote handen heeft of zo, dan Kruijthof en Green. En dan heb ik nog Matunda 5. Ja, leuke ploeg om naar te kijken, de Hermes. 1 keer landskampioen geworden. Dat is nou weer 8 jaar geleden. Staat nog steeds op hun website titel. Oh, een blok daar. Geweldig van Cook. Heel veel mooie highlights deze helft. Oh, en weer een blokje. Van Cook. Weer Cook dus. En die gaat hij zelf. Hij staat op een wolk. En had ook wel een P kunnen zijn. Een vlam in de pan. Liggen en het scheidsrechter zegt pas op jongen, anders geef ik je teven flopping. En heel mooi gedaan. Mooi ingelegd aan de andere kant. Koen Stolk. Leiden nu afgestraft voor dat snelle op- en neergolven. Rijdt. Heerlijke wedstrijd dit om te zien hoor. En een steal bijna voor de stofzuiger. Lukt niet. En dan is dit favoriete paasje op Edwards. Die werkt wel af. Veel contact. Schaft maar kan er niks aan doen. Oei oei, wat voor wedstrijd gaat dit nog worden, Martin? Straks nog praten, want er gebeurt wel heel veel. Ja, mooi close gebleven met de camera en ook met Aaron Cook. En toen vertelde hij vooral over zijn voetenwerk, dat hij daar heel erg veel aan doet. En dat het, het is een hele mooie backdoor. Dat mag eigenlijk niet gebeuren, maar had toch wel in de rust besproken kunnen zijn, want dit zagen we. Hij werd wel een beetje in de weg gelopen. Ja, mooi er langs gegaan. Exploding to the basket. Aaron Cook voor de Monster Jam. Goed. Cook speelt verzorgd basketbal. Speelt als team. En dit is als teamspeler, Martin. Een geweldige assist van Cook op. De captain schaft ernaar. Nu met de mismatch tegen Stolk moet geholpen worden. Oh, joh, joh, niet gecoacht, jongens. Oh, joh, joh, joh. Zonde. En dan afgeschaft. Ja, goede vastbreek gelopen. Prima uit het boekje door de hem. Echt letterlijk. En hier Cartier. Ja goed, rustig gewacht die fake. En dan Green er prima achteraan. Ja, goede inside play van Zorg en Zekerheid Leiden. Ja, Cartier werd half afgestopt. Bal was los. Green raapt hem op en legt hem even netjes in. Ja, zeker heel goed dat hij daarbij betrokken was. En weer zuddelend natuurlijk. Weer goed. He is on fire, Martin. Ja, dat vond ik ook een merkwaardige keuze. Want hij speelt ook al jaren als guard. Mooie solo actie, heel mooi naar de ring. Ja, als hij maar groot is, wordt hier met veel succes gespeeld. Het Viva Cerveza en een tip in van Brad Green. Ja, zeker. Geweest de bal is aangeraakt, dat mag 5 seconden nog. Step back is goed voor Anderson. 9 punten voor hem. Ja, dat was lekker ver. Kan goed echt wel, kan echt schieten die gast. Mooie bal hoor.
Ja, en daar heel veel ruimte. DV is hard en Lau vastgehouden. Oeh, door Stolk, no call. En dan heel goed uit. Dit mag niet gebeuren. Oh, wat een dunk zeg van Anderson. Wauw. Hoe ziet het er dan uit op de schermcam? Nou, dat ziet er zo uit. Dat het een beetje, ja. Oh, dit... Stolk komt dan toch makkelijk bij de ring. Oh, doet dat heel rustig tussen 2-3 man. Mag nooit gebeuren. Had daar nooit de bal mogen krijgen. Daar ging het dan met hem mis. Goede fase over de Hammers. Anderson gaat de basket aanvallen. Gaat niet gebeuren. Roy van de Vuurs voor 3. Nou, die hakt er lekker in. 75-70 wordt 75-80. Even een hoekje van Brad Green. Lekker een beetje een laconiek hoekje. Zo even om je heen kijken van, nou, volgens mij sta ik vrij. Gooi ik hem er wel in. Een gevaarlijke fase voor Leiden. Ja, goed teamspel en weer helemaal de verdediging uit elkaar gespeeld. En een furieuze stokspart. Die neemt dus ook een time-out. Hier genomen worden moet natuurlijk snel geschoten worden. Dat is wijze toch graf. Maar nu moet het eigenlijk wat geforceerd worden. Nu moet Marcon wat brengen. En dat doet hij trouwens wel met deze lay-up. Maar ik vind het wel gevaarlijk om hem dat hele derde kwart op de bank te laten. Zoals bij de driepuntslijn is, geeft hij hem nou gewoon de bal in de post. Dan kan hij er wat mee doen. Oeh, money time. Een step back scoren van Koen Stolk. Gaat Leiden ten onder, Martin. Het zakt weg. Ja, het zakt wie, kan het nu, wie kan het nu uitzetten, wie kan het neerzetten, wie durft er ook. Ik denk toch dat Koek terug zal moeten komen om wat meer een scoringsdreiging te hebben. Dit doet Cartier goed. Wordt het een end one of hopelijk geen lopen? Nee, inderdaad. Stolk ook met een hele goede allround wedstrijd. Er misschien nog niet bij. Dat is Anderson weer. Als die valt is het afgelopen. Deze 10 punten verschil, Martin. En, blokt, het is stuitend, Martin, hoe zeer het team ook Koek alles laat opknappen. Heel goed grondgevecht. Gaat Koek het doen. Voor 3 is goed. Spelen natuurlijk al aardig wat Belgische tegenstanders ook gehad. Dan doet Kruithof wel goed werk. De tijd tikt door in het voordeel van de Zwollenaar. En dan komt Anderson er mooi langs. Ja, kan er zomaar langs. En ik denk dat dit de ballgame is. Kijk, 81 punten maken, dat is geen schande. Maar er bijna 100 tegen krijgen wel. En Koek doet dat knap. Ja, 3-2. Dat helpt natuurlijk. Goede tijd uitgelummeld. Blijven ze nog even doen. Dan Edwards naar de ring toe. Veel contact via Davis. Oeh, aangeraakt nog. Waarschijnlijk bovenbeen. Double digit lead voor de Hammers. Oeh, mooi splitting de defense. En dan naar Lal voor de 3 punten. Dat idee was wel redelijk. Davis met de rebound. Die denkt, ja, nu ben ik er toch. Gooi ik hem via het glas erin. Goed gedaan. Geen bewijs dat de bal voor Zwolle had moeten zijn. Dat was de challenge van Zwolle, denk ik. En die bal valt niet voor Lal. En Zwolle overleeft.